Beste sluisjes, hierbij de volgende tip. Wat we vaak zien in de golfhouding is dat als we moeten draaien, wat super belangrijk is dat we zo ver draaien dat de schouderpartij helemaal horizontaal komt. En dan met name van allerlei andere bewegingen ontstaan, wat niet de bedoeling is. Als je nou thuis 2 liter flessen pakt en je komt in je golfhouding staan, waarbij je bij de ene een duwbeweging maakt en bij de andere een trekbeweging. Als je dat zo doet, dan zal je zien dat je schouderpartij nog steeds of niet horizontaal blijft, maar mooi in een golfhouding. Dus duwen en trekken. Nou, doe je dan een keer of 5, waarna je de andere kant ook natuurlijk blijft oefenen. Dus de andere kant op, duwen en trekken. Zo zie je dat mijn schouders nog steeds verticaal wijzen. Succes!